Wassenburg. En Douglas. Empowers. En vandaag gaan we het hebben over empowerment. Wat is het? Helpt. Ik word iedere dag zo blij wakker. Ik denk, wauw, wat een geweldige dag. Ik heb zoveel zin in het leven. Dat meen je niet. Kan toch niet? Hebben jullie dat ook? Nou, ik heb het niet, als ik eerlijk ben hoor. Maar ik geloof het wel dat je het hebt, voor een stukje. Nou, voor een stukje. Maar dan zijn ook wel eens dagen, denk ik van, Maar wat is het dan? Wat is dat empowerment? Want wij uiteindelijk, het doel van wat wij beogen met deze serie aan vlogs, is dat we jou gaan helpen om dat empowerment knopje aan te zetten. Te voelen. Om te komen waar je wil zijn. Ja, om te zijn wie je wil zijn. Zeg jij maar hoe ze het doen. Nou ja, was het maar gewoon één regel. Maar dat is het niet. Wat wel van belang is empowerment is. Want ik krijg de vraag van mensen, wat is dat? Amerikaanse, overdreven, it's great, it's awesome, it's wonderful. Ja. Maar wat is dat in het Nederlands? Nou, volgens mij hebben we er helemaal geen Nederlands woord. En moeten we er ook geen Nederlands woord voor hebben. En het is ook denk ik goed. Wij zijn natuurlijk best wel Calvinistisch, althans, het zit nog een beetje in ons. Hè. Alle spreekwoorden staan er ook over. Steek je kop maar vooral niet boven het maaiveld uit. Nou, en ga zo maar door. Wat doet je boer? Ja, maar het wil het wel, denk ik. Ja. Je kunt het gelijk afdoen als van, nou, niks voor mij. Maar laat het nou eens niet doen. Laat het dus gewoon omarmen. Zelfs al heb je er een beetje reserve bij. Ja. Dan, het is volgens mij een beetje hetzelfde als dat je gaat glimmen. Als je chagrijnig bent, wat we allemaal wel zijn. Oh, en je gaat toch lachen. Dan wordt het vanzelf, gaat het in je hersenen zo werken. Ik weet niet precies hoe, maar dan word je vanzelf een stuk vrolijker. Ja, maar dat is toch zo. Want weet je, het is net zoals als jij een ander een compliment geeft. Degene die het meeste baat ervan heeft, jezelf. Ja. Want, weet je, het is zo werkt dat gewoon. Ja. Dus dat is een stukje, dat empowerment heeft heel veel te maken met keuzes maken. Je moet wel kiezen om te zeggen, baggerdag. Ja. Maar mijn dag. Ja, ik maak er toch mijn dag van. Dus oké, dus als we dat empowerment een beetje proberen te kaderen, dan is het toch, je gaat ervoor, je pakt iets. Ja. Je pakt het volgens mij, althans zoals ik het zie, vandaag, elke dag. Elke je dag, probeert het gewoon, vooral niet te lang denken. Nee. Van, oh, ik ga nu aan mijn empowerment beginnen. Mijn empowerment project traject. Nee, het is empowerment is nu en jij kiest om te staan, rechtop te staan, jezelf te zijn en je mening te delen. Weet je, zolang je een ander niet kwetst en jezelf bent, dan kan je heel veel. En dat is empowerment. Je dochter ziet het, de buurman ziet het, de buurvrouw ziet het, je collega's ziet dat. En ze willen dat ook. Ja, het is ook alleen maar mooi. Ja. Want zo moet je het ook willen. Daarom, je doet er ook niks fout mee. En dat vind ik zo mooi aan dit thema. Ja. En dat is ook waarom ik Nederland heel veel empowerment gun. Zeker. À la Amerika. Ja. Omdat we zijn allemaal authentiek. Ben gewoon jezelf en probeer dat zo krachtig mogelijk uit te dragen. Maar verschuil je niet. Probeer gewoon te laten zien wie je bent, want je bent het waard. Je bent het sowieso waard, wat je ook van vindt. Ja. Ik vertelde iemand dat ik dit met jou ging doen. En toen zei diegene, nou dat is wel goed van jou. Ja, want ik zou dan toch denken van, nou heb ik wel een mening, wat zou ik dat dan vinden? En eerst dacht ik van mezelf, zou ik dat dan ook wel vinden? Maar toen heb ik dat gelijk overboord gegooid. Fantastisch. Ja, want het is gewoon altijd goed. En dat is wat denk ik waar een stukje empowerment ook voor staat. Ja. Ja, ik vind dat wel heel erg. Ik vind het mooi dat je dat zegt, want mensen vinden zeker altijd wat. Daar gaan we iedere keer op terugkomen. Ja. Maar dat moet je echt heel vaak links laten liggen. Want jouw prachtige talenten moeten opgepoetst worden. Ja. En je mag er zijn. Laat ze shinen, laat het bloeien. Ja, sprankel in dat wat je hebt. Dat maakt Nederland beter. Laten we ook nog eens even het maatschappelijk grotere thema ervan maken. Het is ook gewoon goed voor ons als maatschappij. We willen niet allemaal dezelfde hebben. Net zoals in de architectuur. Je wil niet alleen maar 3 soorten architecten die alle openbare gebouwen maar in Nederland creëren. Nee, we willen juist met elkaar. En dat is voor een stukje ook wel hard werken. Toch? Ja, je moet er wel aan werken. Ja, natuurlijk. Weet je, vanzelf gaat het wel mis. Je zal wel echt... Weet je, als je niet aan jezelf gaat werken om te zeggen... Dit wil ik, hier wil ik komen, dat wil ik doen, dat wil ik zijn. Dan gebeurt er ook niks. Dus ook al denk je van het is groot, het is gek, het is bijzonder. Ja. Gewoon doen. Dat is het ook namelijk. Gewoon laten doen. Yes. Ja. En weet je, het is net zoals, ik moest even nu aan iets denken. Ook al schiet je voor de sterren in het land met de maan, dan wil je toch wel even boven de aarde. Nou, zou dat dan een mooie omschrijving van empowerment zijn? Go to the moon. En come back. You don't have to come back for us. Nee, want we willen jullie hier houden. Oh, ja. En dat is ook natuurlijk wat we willen gaan doen met deze serie aan vlogs. Ja. Is jou uiteindelijk proberen
onze visie op empowerment en de verschillende onderwerpen die daarbij horen, proberen mee te geven. Nou ja, in ieder geval, ja, die zijn hard. Ja, wij vinden ze in ieder geval leuk. En we hopen uiteraard dat jij ze ook leuk vindt en dat we jou daarmee als maar een klein stukje verder kunnen helpen om te komen waar je wilt zijn en waar wij ook vinden dat je zou moeten zijn. Wow. Voor ons allemaal. Yes. Je maakt de wereld een stuk leuker, een stuk beter. Ja. En mensen gaan anders naar jou kijken. Jij kijkt anders naar mensen ook. Nou, ik vind het echt helemaal fantastisch. Heb jij nog een tip? Heb jij nog een tip? Echt de laatste tip voor empowerment, Femke? Ja, zonder in een soort van dooddoener te belanden, maar ik denk wel dat je... ga in je kracht staan. Geloof waar je voor staat. Ja. En schroom niet om dat te delen met een ieder. En dan zul je soms je hoofd stoten. Dat hebben we allemaal gedaan. Ja, dat je dan denkt van, oh, je krijgt een weerwoord. Ja. En dan moet je proberen te blijven staan. Ja. En geloof en voel dat je er mag zijn. Dat gaat niet zonder slag of stoot, denk ik. En ik denk dat we dat ook moeten erkennen. En dat moet je ook zeker meenemen. Het gaat niet zonder vallen of opstaan. Nee, dat vind ik wel leuk. Dat is ook, dat is eigenlijk ook de enige tip wat je kan geven. Weet dat groeien oud doet. Ja. En als het geen oud doet, dan ben je niet aan het groeien. Dus je zal wel echt een beetje dat rek moeten ervaren. En ga in jouw kracht staan. Femke zei het al, ik kan het alleen maar beamen. Maar ik vond het weer fantastisch, Femke. Ja, ik ook. En we hopen uiteraard dat je hier al een kijkje krijgt van waar wij het over gaan hebben. Ja. Dat we je met tips kunnen helpen. Ja. En met ons enthousiasme en visie ook, hè? Ja. Ik denk, en vergeet niet, ik heb het zo vaak meegemaakt. Enthousiasme kom je al heel ver mee. Enthousiasme en positiviteit. Yes. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar probeer die knopjes te winnen. Want uiteindelijk zit het in de wens, dus we hebben het allemaal. En wij gaan je ermee helpen. Nou, dit zijn Rasenburg en Douglas en Powers.